Proost. Leuk, ik ben het deze en hoe ik vroeg op mijn kan. Mijn is vandaag, vandaag is het maandag en ik ga ontbijten met elkaar vandaag. Het is bijna 9 uur. Ik hoef pas om 10 uur vandaag te beginnen. Dus als... Je weet dat ik al heel lang zit te wachten op een kamerslot. Een slot op mijn kamerdeur. Nou, mijn begeleidster heeft mij vanmiddag geappt. Met dat er een slot op die kamerdeur zit en dat hij dus nu ook dus op slot zit en er een sleutel in mijn postvakje ligt. Dus dat is fijn, maar het is wel belachelijk dat ik een jaar, bijna een half jaar erop heb moeten wachten voordat er eindelijk een slot op kwam. Heel belachelijk dat het zo lang heeft moeten wachten. Ik ben blij dat er eentje op zit nu. Dat is wel iets, maar ik ga wel een keer wat van zeggen, omdat ik het wel een beetje lang kon duren. Ik ben thuis van mijn werkdag, net. Mijn moeder had ik geschrokken gemaakt en had gebeld even. Dus zei ze dat ik haar, dat ze haar in had. Mijn moeder is voor de kerst alvast lekker een stoofpitje aan het maken. Ik ga die doos niet in. Ik ben een boos. Ja, oh, zielig hè. Andere keer weer, als de doos er vrij is, moet jij erin liggen. Zo was je was gisteren boos op jou. Ja, en dan ben jij boos op haar, hè? Ja, dan kan ik ook niks aan doen, jochie. Ik ga eens filmen dat mijn moeder zo de kerstmaak gaat maken voor de tomaten. Ik ga dus nu even de kip eerst snijden en dat marineren in ketchup. Met deze ketchup mayonaise gebruik ze ervoor. Ik gebruik zelf ook altijd ketchup om de kip te marineren. Ik zeg het je, hartstikke lekker. Gourmetten. Maak ook een kruidenboter. Maak je het lekker aan een Rioja wijn. Ja. En dan even een Spaanse sferen. Ja. Ja. Heb ik niet voor niets het mesje schoon, verpakt. Deze mes. Heb ik niet voor niets het mesje erbij neergelegd. Ik ga ook zo wat pakken. Proost. Proost. Hallo. Ja. Nou, zo dan. Nou, mijn vader krijgt gewoon een proef boter. Even uitleggen waarom. Zo coronaproof. Ja. Waarom hij dat krijgt dus? Omdat hij de saladelepel aflikte. En wij niet willen dat hij dat mesje aflikt. Vandaar dat je daarom... Krijg je het zo. Dan krijgt hij het zo. Nou joh, achterdeur zit op slot. Je mag niet. De voordeur zit al op. Ja, zijn voordeur nog. Het is vandaag zaterdag en tweede kerstdag. En mijn moeder kreeg vandaag weer een raar sms'je. Waar wij van denken dat dat gewoon 100% weer oplichting is. Want er staat een linkje in die zich voordoet als een provider. Dat klopt niet. We hebben het nummer zelf ook proberen te bellen. We krijgen het nummer wel te pakken, maar we krijgen het voicemail te horen. Het gaat op dit sms'je, onze sms'je, daar zit een link. Maar er hoort een www voor te staan en niet zonder. En wij denken dus dat het gewoon een oplichting is. Hartje groeit, dan zat niks op. Nee.
Waar heb je dat mee gedaan? Waar je compost erop gezet? Gestopt of zo? Mest? Kippenstront? De vis ligt in de doos. Heb ik gedaan, ja. Noah zit er in. Dan kun je ook testen of je ruikt er wel. Goed, ja. Die ruikt goed. Dan ruikt het echt goed. Ja, dan is het ruiken. Ik vind het een beetje, ja, ruik een beetje naar de kauwgom aardbei. Ja, maar ik heb die ook gezogen voor mij. Maar deze ruikt ook een beetje naar kauwgom groenachtig. Oké. Even vlees of vegetarisch? Ja, allebei zo lekker. Ja, maar wat zou het liefst willen kiezen? Vlees. Als je een gratis product mocht uitkiezen, wat zou dit dan zijn? Een lekker geurtje van het duurste merk. Van Rituals. Oké. Liever een boswandeling of strandwandeling? Boef. Oké. Okay. Strand ook wel lekker, hè? Och jee, nee. Die. Was jou ook waar. Hoge hakken of sneakers? Nou, ga maar helemaal sneakers en hoge hakken. Dat gaat niet worden. Nee, echt niet. Maar mag je s'nachts voor wakker gemaakt worden? Sushi of sperp? Oké. Okay. Dat is wat lekker. Ja. Is. Zoute of zoete popcorn? Zoete. Nou, Miranda probeert een kaarsje uit te blazen. Eerst probeerde ik en dat lukte niet. En nou lukt Miranda. Maar dan komt papa. Nog een keer, nou probeer. Nee. Kijk wat ik heb gesloopt, die plank. Je hoort het boven. Nee joh. Die plank zat al los. Waardoor... Ik heb net per ongeluk eraf stoten toen ik mijn camera wou pakken. Want ik ga straks meedoen aan de YouTube Go live event. Of zoiets. En in ieder geval kerstverloting. Kerst event. En het is een live giveaway. Die gaat straks om 8 uur. Die live. Dus ik doe mee met... die giveaway. Dus ik ben benieuwd... of ik daadwerkelijk ook wat ga winnen. Gisteren ben ik vergeten de weekvlog af te sluiten. Omdat ik gisteren vrij snel na de loterij en verloting die ik heb gehad. Ik heb niks gewonnen. Dan ben ik ook gewoon naar bed gegaan. Dus vandaar. En dus ja, ik wil gewoon bedanken voor het kijken naar deze weekvlog. Vergeet natuurlijk geen duim omhoog te doen. Vergeet natuurlijk niet in het maken te abonneren. Druk zeker ook even het belletje. Elke keer notificaties als ik een nieuwe weekvlog upload. En hier voel ik erbij. Anyway, ik vroeg weer. Our eyes are closed when we start.